Geen 18 meer, maar ik weet wel te voelen al die trappen, hè? Jij niet? Ja, maar nou moeten we naar slaapkamer 3, hè? En die zit, ja, die is hoger, die zit in het nok van het dak, hè? Dus ja, ja. Ze moeten, en dan moeten ze zelf maar uitzien te werken, de vrouwen, welke slaapkamer dat ze graag willen hebben, hè? Ja. Misschien is het wel goed dat Fiona de bovenste vat, hè? Dan, die is nog de jongste, de lenigste, ja. Dus. Ja, ik vind het ook. Dan gaan we wel eens even bekijken. Nou, maar we gaan naar boven, want... Ja, want ik zal je een beetje te balanceren op die trappen, Theo. Ja, dus we gaan naar boven. We gaan naar boven. Het ziet er hier schitterend uit. Hè? Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Ja. Nou, kijk, hier hebben ze ook... hier hebben ze ook al zo'n muggennet. Dus ja, hoe hoger je zit, hoe... Want die eerste kamer had dat niet, hoor. Nee. Maar de bedden zijn hetzelfde, dus ze hoeven echt niet... Ja, en wat moet ik ervan zeggen? Kijk eens, lekker hard. Zie je het? Ik kan ze bijna niet indrukken. Ah, dat is fantastisch. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, die matrassen zijn die... dat is topkwaliteit. Ja, dat is echt prachtig. Maar Teutje, ik kijk wel op naar de terugweg helemaal omlaag, jij niet? Ja, we moeten wel enkele trapjes treden naar beneden. Dus, nou, dan zetten we hem even uit, Teutje. Dan gaan we even naar beneden en dan gaan we even uitrusten in de kamer. En dan gaan we de sanitaire voorzieningen doen. Ja, dat gaan we doen. Ja. Oké. Ja.